Goedendag, hartelijk welkom bij deze sportclub. We hebben vandaag voetbal met de overwinning van Feyenoord en een talent van Barendrecht. Een spannende korfbalwedstrijd, spektakel met de Haarlem Globetrotters. En tenslotte een emotionele vooruitblik op de marathon van Rotterdam. Maar eerst Feyenoord dus. Het was maar tegen Go Ahead en het was niet de hele wedstrijd even goed. Maar door de uiteindelijke 5-0 overwinning staat de ploeg nu wel tweede. En waar de familie Rijsdijk uit Rotterdam normaal gesproken bij elke overwinning van Feyenoord op de banken staat, werd er nu even wat minder hard gejuicht. Spelen in de Kuip is voor elke speler bijzonder. Dus ook voor die van Go Ahead Eagles. Maar bij één voetballer stond 30 maart al maandenlang omcirkeld in zijn agenda. Jeffrey Rijsdijk, Eagles middenvelder uit een roemruchte Rotterdamse voetbalfamilie. Vader Joop en ome Ton Rijsdijk hebben jarenlang in het eerste gevoetbald van Xerxes. Sterker nog, Ton Rijsdijk werd deze maand nog verkozen in het Xerxes elftal van de eeuw. Natuurlijk zijn ze erbij als Jeffrey tegen Feyenoord speelt. Papa Joop en ome Ton met zonnebril. Ton Rijsdijk kon ooit naar Ajax, maar vanwege zijn studie en de Rotterdamse sentimenten liet hij die aanbieding lopen. En daar baalt hij achteraf wel van. Ik heb heel vaak spijt en vooral als ik dan hier weer kom kijken en ik zit straks in dat stadion, ja, dan denk je wel, ja, dit had ik wellicht ook mee kunnen maken en dan vind ik het jammer. Als Jeffrey ooit de kans krijgt om voor Ajax te gaan spelen, denk ik dat hij gewoon ja zegt, hè? Ik ga er wel vanuit dat hij dat dan eventueel zou doen, maar ik zou het wel jammer vinden. Ik heb liever dat hij dan naar Feyenoord gaat. Voor Jeffrey Rijsdijk is het zijn eerste seizoen als basisspeler in de Eredivisie. En toch speelde hij al eerder in de Kuip. Bijna 20 jaar geleden, als voorwedstrijd met de Feyenoord jeugd. Want Rijsdijk doorliep bijna de hele opleiding op Varkenoord. In de junioren ging hij weer terug naar zijn amateurclub, Alexandria 66, waarna Sparta hem oppikte. Vervolgens ging hij naar FC Groningen, raakte zwaar geblesseerd daar, waarna hij via FC Dordrecht bij Go Ahead belandde. Het is natuurlijk wel een overgang, zeg maar, om vanuit de Jupiler League toch in de Eredivisie te gaan spelen. Qua trainingsarbeid is het natuurlijk wel wat pittiger. Maar ja, ik zie gewoon dat hij zich toch ontwikkelt en sterker wordt. Naast de enorme loopontwikkeling heeft hij ook heel goed inzicht. En je ziet gewoon dat hij bijna blindelings gewoon de mensen die zich vrijlopen, dat hij die aanspeelt. En dat vind ik echt de combinatie die hem heel sterk maakt. Maar Rijsdijk zal zich een heel andere wedstrijd hebben voorgesteld dan de 5-0 nederlaag in de Kuip. Al werd hij na een uur gewisseld, toen het nog 2-0 stond. En daar lag natuurlijk het probleem voor de Eagles. Eigenlijk na jouw wissel, wat ik al zei, viel eigenlijk het voetbal weg bij jullie. En was het gewoon rondtikken van Feyenoord en jullie kwamen niet meer aan de beurt. Dus moet je niet meer doen, Rijsdijk vervangen. Ja, natuurlijk teleurstelling, maar ja, mooie belevenis. Je speelt er niet vaak, dus als je dan zo'n wedstrijd mag spelen is natuurlijk mooi. Het resultaat is alleen wel minder. Het was zijn droom om gewoon in een Kuip te spelen. Maar hij is ook uitgekomen, dus hij kan alleen maar trots zijn. En ook op zijn voetbal denk ik dat hij het redelijk goed gedaan heeft. Dus ja, wat wil je nog meer? Voor Feyenoord als Rotterdam moeten we dan trots zijn. Maar voor als familie een teleurstellende dag. Ondanks de uitslag zullen ze vast wel trots zijn. Dankjewel. Ondanks dat Daniel Esaias zaterdag alweer zijn 13e doelpunt van het seizoen maakte, verloor Barendrecht met maar liefst 5-1 van Hardenberg. Esaias is pas 20 jaar en nu al erg belangrijk voor de topklasse. Dat is ook de profclubs opgevallen, dus die houden de schoonzoon van Mario Been al goed in de gaten. Wij keken een maand geleden in de wedstrijd tegen Sneek of Esaias al klaar is voor het profvoetbal. Daniel is een talentvolle voetballer die uit de eigen jeugd van Barendrecht komt. En die vorig jaar was eerste jaar senior. Toen heeft hij veelal op de bank gezeten of bij het tweede gespeeld. Ja, en dit jaar is hij, de voorbereiding nog niet, maar in een periode van echt een paar weken liet hij zich ineens heel erg zien. En op links staat Esaias helemaal vrij. En die komt naar binnen en die doet wat hij eigenlijk de laatste week al doet. Trekt de bal naar zijn linkerbeen en poeft hem tegen de touw aan. Wil twee tegenstanders uit en dit keer weet hij Daniel Esaias. En die zet de wedstrijd volledig op zijn kop. Want het is 4-3 voor Barendrecht. Daniel, zijn sterkste punt is het afwerken, het scoren. Het is de man in vorm. Het is Daniel Esaias. Die neemt aan met het ene been, draait weg. Uitstekende steekbal daar op Daniel Esaias. Ik ben snel wendbaar en ik kon makkelijk scoren. Ik ben nu weer een beetje aan het zoeken.
Ja, dat kan ook wel beter worden natuurlijk. Wij spelen met twee spitsen, maar stel je voor dat een ploeg met drie spitsen gaat spelen, dat hij de centrale spits wordt, ja, dan moet je dus ook gaan werken aan je balvastheid. En ik moet zeggen dat was voorheen wel echt een mindere kant van hem. Die ook slordig kon zijn in het afspelen, het vasthouden van de bal. Het is best wel een stuk beter geworden, maar het moet gewoon nog wel beter worden. Nou, geen geheim dat je schoonvader Mario Been is. Geeft die wel eens tips mee? Ja, ik zie hem niet heel vaak, maar als ik hem spreek, dan hebben we het over voetbal natuurlijk. En dan zegt hij van, als we voetbal zitten kijken, hij zegt, ja, zie je wat die spits doet. En dan praten we best wel veel over voetbal, dus dat is wel leuk. Nou, vallen jouw talenten ook op bij clubs, onder andere bij Sparta, daar kon je op proefkoop. Ja, ik mocht daar meetrainen, maar ik heb daar gesprek gehad. En toen bleek dat het voor jong Sparta was, dus ik heb daar voor de rest niks meer van gehoord. Dus, maar ja, iedereen kijkt tv en die ziet dat ze vijf spitsen al hebben, dus wordt het best wel moeilijk. Ik zou graag nog hoger op willen komen. Eerst Jupiler League en daarna Eredivisie als ik kan. Ik ga hard werken en dan zien we vanzelf aan het Schipstrand. De afgelopen drie jaar speelde PKC de zaalkorfbalfinale in Ahoy. En zaterdag kon de vierde achtereenvolgende plaatsing veiliggesteld worden. Dan moest PKC winnen van Fortuna, de ploeg die in het eerste playoff-duel al werd verslagen. De wedstrijd tussen PKC en Fortuna is een wedstrijd tussen de meest scorende ploeg, oftewel PKC in de witte shirts, en de ploeg die het best verdedigt, Fortuna uit Delft. Maar let op, onder in beeld Medi Tims. Kei en keihard met haar hoofd tegen de paal. Een ongelukkige duw van Calissa de Graaf kan er niks aan doen. Maar het maakt de pijn bij Medi Tims en niet minder om. De wedstrijd ligt dan enkele minuten stil. Maar Medi Tims kan opgelapt worden, neemt een paar pijnstillers tot zich. En zij kan de wedstrijd gewoon afmaken. Maar wat rest is wel een vrije bal. Laurens Leeuwenhoek op Den Dunne. Via Leeuwenhoek op Nadine Den Dunne. En zij maakt er 2-2 van. Maar al gauw blijkt dat Fortuna gedurende de wedstrijd PKC niet kan volgen. En het zijn met name de dames die het verschil maken bij PKC. Hier is Suzanne Struik tegenover Laura de Wit. En zij heeft een heerlijke dag. Ze kan alles over die kleine de Wit heen schieten. En zo zelfvertrouwen op gaan doen voor misschien wel haar vijfde finale in Ahoy. Waar de dames verdedigend tekort komen bij Fortuna, schieten de heren tekort in aanvallend opzicht bij de ploeg uit Delft. En PKC is niet voor niets veel allrounder dan de nummer 3 uit de Korfbal League in de reguliere competitie. Hier is Suzanne Struik, vliegt werkelijk langs Cindy van Eyck. En Fortuna, dat blijkt al snel, is geen schim van de ploeg die in de competitie nog eenmaal thuis van PKC wist te winnen. Het staat inmiddels 13-8 vlak voor rust als Suzanne Struik weer te veel ruimte krijgt van Laura de Wit. En zij bepaalt de ruststand op 14-8 en dan is eigenlijk de wedstrijd al beslist. De zaalfinale zal volgende week gaan tussen PKC en Top, oftewel de nummers 1 en 2 uit de competitie. Maar wie is nou de favoriet in deze droomfinale? Ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik geloof in onze kracht en ik ga er ook vanuit dat wij gaan winnen. Ik vind dat wij de betere korfballers hebben, maar we moeten echt aan het korfballen toekomen. Als wij aan korfballen toekomen, dan wordt het echt smullen en genieten. Maar lukt dat niet, of lukt dat ten dele, dan wordt het een hele close wedstrijd. Je ziet natuurlijk wel vaker in Ahoy dat het toch een beetje worstelkorfbal wordt. En daar hoop ik niet, maar aan de andere kant, ja, als we winnen met een slechte pot, dan ben ik er ook blij om. Maar ik hoop dat we gewoon een mooi spel kunnen laten zien. PKC kan het zich permitteren om rustig toe te leven naar die finale van volgende week in Ahoy. En haalt Laurens Leeuwenhoek naar de kant. De eindstand wordt uiteindelijk 27-21 in het voordeel van PKC. Er wordt alvast gefeest in de PKC-hal. En wie staat tussen de fans? Juist, de gewisselde international Laurens Leeuwenhoek. Clubman Puursang. En nu alvast feestvierend met zijn supporters. Maar oh, wat hoopt hij dat volgende week nog eens extra kan doen. Ja, daar zijn we bij hoor. Spektakel.
De Harlem Globetrotters komen 6 april naar Ahoy in Rotterdam. Voor als je het nog nooit gezien hebt, een geweldige Amerikaanse show van basketbalartiesten die werkelijk alles met zo'n basketbal konden. Wij zochten ze alvast op in Duitsland en spraken met de enige vrouw in de ploeg. I think the game of basketball has just taken me all around the world, and I never would have imagined being able to wear this uniform this day. The first female came 1985, and so we are, 28 years later, and still females are in the game. So it's definitely a blessing for me. My name is Joyce Sweet J. Ekwuremadu from Dallas, Texas, and I am the 12th female of the world-famous Harlem Globetrotters. I'm the female, so I'm kind of like the mom / sister, and just kind of try to keep them in line a little bit. The guys have made it perfect, a great environment to work with, and they teach me different skills. And you know, it's a fast-paced game, but you know, just because it's fast-paced doesn't mean I can't keep up. So I've got to be able to keep up with the guys, and so that's what makes it exciting. I practice every day, you know, just like any other craft, you've got to practice at what you do to perfect it. And, you know, the more you practice, the more comfortable you're going to be and the more confident you're going to be out there. So you've got to practice, especially at fast pace. Again, I've spent the rest of my whole life playing with females, so now I'm playing with guys and it's a lot faster, they're more athletic. So just getting the timing and everything down together. So funny, you know, when you see us out there, we look like characters. Everyone has their own personality and character, and that's really who they are. So just imagine being on a bus and touring with them for months on end. You get to see that comedy every day. So that's what I think is the funnest part of being on the team. My dream to be a professional basketball player. Growing up, at 10 years old, I started playing basketball, and then I went to college, played in WNBA, played in Poland and Italy, and now I'm here. So, you know, not everybody can say that. The people in the NBA don't really get to travel in Europe. You know, they stay more in the States. But now with the Globetrotters, we go to Europe, Asia, South America, all the continents, you know, that you can ever imagine. And so on our downtime, you try to see as much as you can. Definitely enjoy it. Lots of laughter and lots of antics. So I can't spread all the magic. That's a secret. So you got to just go out there and watch us. All right. Rotterdam, April 6th at the Ahoy Arena. So everybody better come and experience this great time. We love to bring smiles to people's faces, and that's what we do. Ja, en als je erbij wilt zijn in Ahoy, er zijn nog kaarten.
We kijken er weer naar uit. De marathon van Rotterdam op 13 april aanstaande. Edwin Vekens is dan een van de deelnemers. Niet alleen voor zichzelf, maar vooral voor zijn goede vriend Robert-Jan Stuit. Die lijdt aan de ziekte ALS. Wat op dit moment gewoon gelijk staat aan een doodvonnis. Om dat te veranderen is er in elk geval meer onderzoek nodig. En daarvoor gaat Edwin via de marathon geld inzamelen. Op Edwin, kom op. In mei 2011 is bij mij de diagnose ALS gesteld. ALS is een progressieve dodelijke spierzenuwaandoening. Ongeveer 250.000 mensen de wereld lijden eraan. En de gemiddelde overleving na de eerste klachten is ongeveer 3 jaar. Er zijn heel veel ziektes die gewoon ook echt erg zijn. En ja, daar kan je er ook echt gewoon een aantal van noemen. En ik heb wel het idee dat bij al die andere ziektes ook ergens altijd hoop is. Hoop inderdaad van, joh, ja, je krijgt een diagnose en ze gaan gelijk een behandeltraject in. En dat is nu op dit moment bij ALS nog niet. Edwin en ik kennen elkaar al een jaar of 8, denk ik. Eerst collega's en... Later kan ik wel zeggen, ze hebben vrienden geworden. Ik ga steeds harder rennen. Ik ben de strijd aangegaan en samen met een beterpatiënt heb ik Project Mind opgericht. En Project Mind is het allergrootste DNA-onderzoek naar de oorzaak van ALS ooit. Om dat onderzoek te kunnen doen, hebben we uiteraard ook geld nodig. En dat proberen we met elkaar op te halen door allerlei acties te doen. En Edwin heeft zich bereid verklaard door de marathon te gaan rennen en daar weer geld op te halen. In het begin is het natuurlijk ook, bedoel, laat staan voor Robert, het is toch een soort rare situatie. En aan de andere kant besef je ook van, joh... Ja, hoe mooi en hoe goed hij in het leven staat. Weet je, dat vind ik echt misschien wel het mooiste nog steeds ook wel aan Rob. Ik bedoel, zijn strijd, zijn manier van leven, ook zijn positiviteit. Ja, weet je, dat zal mij daar ook helpen als die man met die hamer komt. Van joh, waar loop ik nou over te zeuren dat ik even pijn van mijn voeten heb of weet ik veel wat. Ja, dan geef je ook niet op, dan ga je ook gewoon door. Ik denk dat Rob sowieso al niet de kans geeft om hem zielig te vinden. En dat is hij ook niet. Weet je, dat vind ik ook gewoon gelijk. Ik doe het niet van, ach, Rob is een zielig persoon, laat ik daar nou iets voor doen. Hij geniet ook, weet je. En het woord slachtoffer kent hij gewoon niet. Als je kijkt wat er in de afgelopen 2 jaar allemaal gedaan is, de onderzoek aan publicaties, dat is dan meer dan in de 100 jaar daarvoor. Dus er is best wel reden om positief te zijn. Voor mij is het een klein gevecht. Ik bedoel, zeker in vergelijking tot Rob, maar wel een gevecht wat ik aan wil gaan. En uiteindelijk wil ik er gewoon voor zorgen met elkaar dat we dat gevecht gewoon ook gaan winnen. Klaar, weet je. Ik bedoel, het is zo'n cliché uitspraak, maar het is er wel weer één. Want daarom is die cliché. Ja, opgeven is geen optie. Dus die marathon die haal ik, kost wat het kost. En als dit je nou ook heeft geraakt, je kunt Edwin en Robert-Jan steunen. Dan kan je alles lezen op www.ikloopvooral.nl. www.ikloopvooral.nl. Daarmee zit deze sportclub erop. Woensdag zijn we er weer met een extra Radio Rijnmond Sport. Dan volgen we vanaf 6:45 Feyenoord in de uitwedstrijd bij Heracles. Vrijdag en zondag maken we dan weer 2 edities van FC Rijnmond voor je. Heel graag tot dan en voor nu... Dankjewel voor het kijken. Dag.